Onze nieuwsdienst brengt u vandaag voor het laatst het gevoel van kerst. De serie waarbij wij op zoek gaan naar de betekenis van kerst in 2020. Wij besluiten dan ook met kerstboodschap van diverse ministers. Zij erkennen dat 2020 een moeilijk jaar is geweest. Maar met hoop en geloof vertrouwen ze erop dat er betere tijden in aantocht zijn. Minister Krishna Mathura van Defensie vraagt de gemeenschap hun geloof te blijven behouden. 2020 was een zeer markant jaar met heel veel uitdagingen. Het heeft in elk geval onze grenzen laten verleggen, mentaal en fysiek. En heeft ons laten zien dat we veel meer kunnen dan we denken. En in dat kader zie ik ook dan mijn kerstwens. Dat we net als duizenden jaren Jezus Christus is gekomen op aarde om ons te laten zien van hij is er en wat er ook op ons pad komt. Hij is als een redder gekomen, hij heeft het geloof versterkt, hij heeft hoop gegeven en heeft daadwerkelijk ook problemen opgelost. En precies zo wil ik dan de Surinaamse samenleving vragen om hun geloof te blijven behouden, om hoop te hebben en te blijven werken aan een veilige samenleving. En te beseffen dat we veel meer potentie hebben dan we kunnen. En hiermee wil ik dan iedereen hele gezegende kerstdagen toewensen. Hele veilige kerstdagen. En een liefdevolle, gezonde, gelukkige 2021. Minister Devat Abiyamofo zegt dat ondanks de COVID-pandemie de regering zal blijven werken. U hoort ook minister Bronto Somoharjo en Reshma Kuldeep Singh. Ik weet als minister dat we in andere omstandigheden de kerst moeten doormaken dit jaar. Er is sprake van een COVID-pandemie wereldwijd. Economisch staan we niet zo best ervoor, maar Samiwantaki na Taihori, regering wil Rokotranga, Usapsana de Noutu voor een gemeenschap. We werken keihard eraan en we denken dat het voor 2021 alleen maar voorspoediger zal zijn. Ik wens iedereen prettige feestdagen en mogen het jaar 2021 duizend malen beter zijn als 2020 en laten we van Suriname een mooi land maken. Van hieruit wil ik gezegende kerstdagen toewensen. Een fijne jaarwisseling als ik niet meer in de media kom. En zeker voorzichtig met COVID en zeker ook met vuurwerk als we dat mogen schieten voor dit jaar. Minister Reshma Kuldeep Singh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. Samen met haar collega's heeft zij gisteren een kerstboodschap gegeven bij de laatste RVM-vergadering voor 2020.